Welkom bij Café Wilsmerts. In november 2020, ongeveer anderhalf jaar geleden, had ik een heel prettig gesprek met huisarts Berbe Pieksma. Het is inmiddels een tijdje geleden, maar welkom terug, Berbe. Ja. Je vertelde toen, je bent huisarts. Inmiddels ben je met pensioen. Toen had je nog praktijk. En we hebben toen gehad over de onder druk staande beroepsethiek bij medici, bij artsen. Dat zorgelijk was. Nou, we zijn inmiddels anderhalf jaar verder. Je hebt je in die periode behoorlijk uitgesproken. Ja. Wat jouw visie is geweest over het hele corona-gebeuren. En met name ook over de maatregelen en de afwezigheid van logica. Mag ik zeggen waarheid? Mag je absoluut zeggen. Ja. Afwezigheid van totale waarheid. Totale afwezigheid daarin. Van waarheid. Ja. Op dit moment lijkt het er bijna op dat de maatregelen zullen worden afgeschaft. En de mondkapjes die mogen in de prullenbak. En Nederland haalt weer opgelucht adem. Maar op de achtergrond gebeurt toch van alles. En zeker nu ook de aandacht helemaal gericht wordt op Oekraïne. En zo lijkt het erop dat mensen...